Vandaag ga ik Minecraft Hide & Seek spelen, alleen er is één klein dingetje. De verstoppers zijn namelijk super klein. En als jij deze video liked, heb ik meer kans om de verstoppers te vinden. En ik wil deze mensen bedanken voor het abonneren op mijn kanaal. Heb je nog niet geabonneerd op mijn kanaal met dat belletje aan? Doe het dan nu snel, want we zijn onderweg naar de 120.000 abonnees. Oké, Jesse en Giel, we gaan vandaag verstoppertje spelen, maar er is één klein dingetje. Wat is er dan, Sotino? Vandaag gaan we namelijk verstoppertje spelen in het klein. Alleen nu is de vraag, wie wil te beginnen met zoeken? Ik wil wel beginnen, Sotino. Nee, okay, ik wil beginnen. Nee, ik wil beginnen, Giel. Oké, Jesse, doe jij maar. Nee, laten we Jesse beginnen, dan mag jij zo meteen, Giel. Oké, dat is een deal. Oké, als jij in je kist kijkt, Giel, zie jij hier een device liggen. Oeh. En met deze device kunnen we elkaar klein maken. Of tenminste, dan kun je jezelf klein maken. Oké. Dus ik zou zeggen, Giel, zal ik anders aftellen? Ja. Oké, 3, 2, 1. Oh mijn god, Giel, wat ben jij klein? Klein, man! Jullie zijn zo klein! Oh. Ik ga het toch nooit vinden op deze manier? Jawel. Ja, ik zeg heel veel succes. Ik zou zeggen, tel lekker tot 20 of 30. En Giel is al begonnen. Oké, heel veel succes, Jess. Okay. Sotino, wegwezen jij. Joejoe. Oké, Giel. Waar gaan we verstoppen? Oh mijn god, we hebben zoveel keus, Giel. We hebben zoveel keus. Sotino, je bent zo klein dat ik niet weet waar je... Oh, daar ben je. Ik was jou kwijt, Sotino. Ik ga denk ik in het huisje, denk ik. Dit ziet er wel leuk uit. Ik wil wel voorzichtig zijn, want we zijn... Ook al zijn we klein. Oh, zoveel lava en vuur. Oh mijn god. Oké, ik ga denk ik hier een beetje heen. Oh mijn god, ik zit vast. Wow, kijk dan. Oeh, waar ga jij heen, Giel? Waar ga jij heen? Ik heb geen idee. Ik heb het gevoel dat ik heel erg snel ren voor mijn lengte. Je hebt inderdaad hier een klein stukje, maar ik weet niet. Volgens mij kan ik daar best wel snel komen. Ik denk dat ik even helemaal naar boven ga. Ja, ga jij helemaal naar boven? Ik ga hier naartoe, man. Ik ga hier naartoe. Oké. Oh, ik ben echt heel erg benieuwd. Dit kan zomaar al snel voorbij zijn of het gaat echt lang duren. Oké, ik ben verstopt. Ja, ik zit tussen de vlammen. Dat is het hem juist. Jesse kan elk moment aankomen. Oh, wacht. Ik denk dat ik misschien een plekje heb gevonden, Giel. Oeh, lekker. Ja, ik heb sowieso ook al een plekje. Ik zit hier ergens tussen de muur verstopt. Eens even kijken. Nee, ik val helemaal naar beneden. Dat ga je niet mee. Nee, wat doe je? Oké, Jesse is zeker bijna klaar met spelen of met tellen. Ik moet echt opschieten. Oh, ik ga hier zitten. Oké, ik zit verstopt. Oké. Goed zo. Ik ben echt benieuwd of hij ons gaat vinden. Weet je wat, Sotino? Ik ga gewoon op een plek zitten waar ik Jesse hierheen kan zien komen. Oké? Ja, dat is een slimme. Volgens mij... Okay. Oh ja, ik zie hem ook nu. Oh. Ik ga zoeken! Oh god. Ik zie daar wat groens. Oh, dat is een slimecube. Jij kan mij niet vinden, Jesse. Ik ben onvindbaar. Ik ga jou sowieso vinden, maar weet je hoe klein jullie zijn? Hoe ga ik jullie ooit kunnen vinden op deze manier? Kijk, paars, dat valt best wel op. En groen ook. Dus daar ben ik wel blij mee. Jesse. Hallo. Zien jullie mij al, of niet? Ja, ik zie je... Nee, trouwens. Ik zag je net lopen. Je ziet mij helemaal. Ja. Hallo? Ik zie jou niet hoor, Giel. Nou, ik jou wel. Oh nee, ik sta in de brand. Sotino! Oké, het is gefixt. Dat betekent dat Sotino dus bij vuur is. Oké. Oh nee. Tino! Ik zie je. Giel, zie je mij nog? Ja. Ik kan jou niet meer zien, Jesse. Ik kan jou niet zien. Oké, dan is Giel hier ergens in de buurt. Sowieso, ergens hierboven. Ja, zeker. Hallo. Oh, dit is zo spannend. Ja, Giel! Nee! Ik heb Giel gevonden! Nee! Oh mijn god! Jawel. Okay, ja, hij heeft blijf eens hier. Ik heb je gevonden. Kom eens hier. Ik heb je weer. Oh, ik ben echt benieuwd. Ik was volgens mij niet eens in de buurt van Giel. Nee, je was niet in de buurt van Giel? Nee. Maar waar ben je? Je stond in de fik, dus dan ben je buiten toch, neem ik aan. Hallo, Sotino, zie je mij? Nee, ik kan je niet zien. Ik kan zelfs je naam niet zien. Ik zie zelfs mijn naam niet. Hoe kan dat nou? Wacht, ik zie je nu mijn naam? Ik zie je nu. Ik zie je nu. Zie je hem of alleen mijn naam? Ik zie alleen je naam op dit moment. Oh, alleen mijn naam. Oké. Okay. Oh, nee. Jij bent sowieso hierboven ergens. Ik geef je één tip. Ik zit niet boven. Hè? Maar ik kan je wel zien. Zie je alleen mijn naam of alles? Ja, ik zie alleen je naam op dit moment. En Giel's naam. En Giel's naam? Giel, loop je achter je aan. Ja, hij zei toen net wel dat hij in de fik stond. Ik heb oprecht ook geen idee waar hij zit, hè. Giel, wil jij mij helpen? Want het is veel te moeilijk. Ja, is goed. Oh, jongens, dit is zo spannend. Sotino, ben ik al een beetje in de buurt, of niet? Ik zal eens even kijken. Ik kan nu je naam niet meer zien. Oh, je zit niet... Dan ben je niet in de buurt, Jesse. Ik zie jullie naam weer. Hallo, Sotino. Oh, wacht, ik ga gewoon hier beneden kijken. Sowieso hier ergens. Hallo. Ik moet gewoon in elk gaatje kijken, hè. Oh nee. Ben ik in de buurt? Je begint
begint steeds warmer te worden, ja. Maar het is hier ook heel warm, want er is hier overal vuur. Ja, dat begrijp ik. Ik stond daar net in de fik. Oh. Oh, en ik giel schiet. Ben jij hier dan ergens? Wacht, hallo. Oké, nou zit je wel op een Santino. Waar is Santino? Ik kan hem echt niet vinden. Hier beneden. Hallo, Santino. Hier? Nee, ook niet. Au, hij gaat wel schreeuwen. Au, ik zit in de lava. Ik dacht even dat je Santino had gevonden. Santino! Ik heb hem gevonden! GG, Jesse, GG. Oké, jongens, Jesse heeft het echt heel erg goed gedaan. Hij heeft ons alle twee gevonden. Het is nu de beurt aan jou, Giel, om ons te zoeken. Ik ga jullie sowieso vinden. En sneller dan dat Jesse. Nee, dat gaat je niet lukken. Let maar op. Nee, nou kijk, ik ben heel klein, dus gaat je niet lukken. Ik ook nu. Gaan we dat weer doen? Ja, zeker. Oké, nou. 30, 29, oh, kom redden, Jesse. Kom, we moeten snel gaan. Santino, waar gaan we verstoppen? Ja, we zitten nu op een wolle bos, dus we moeten even kijken wat handig is. Kijk, hierin, hierin. En dan daar beneden. Doe kijken, kom. Ja, maar, of in een boom. Oh, misschien is het leuk als hij in een boom gaat. Ik ben al erin gevallen. Kom eruit. Wacht. Nee, wat doe je nou? Santino, jij moet in een boom. Wacht. Oké, kom. Oké, 3. 3, 2, 1. Nog een keer. Oké, wacht. Ik bouw wel voor je, ja? Ik heb namelijk het wol. Hier, 1 en dan. 2 en dan. Hup. Je moet in de boom. Oké, ga er maar in. Ik zit erin. Ik hak het voor je weg. Ik ga echt zo verstoppen. Doei. Oké, veel succes, Jess. Veel succes. Oké, jongens. Waar zijn jullie? Kunnen jullie mij een tipje alvast geven? Of gaan jullie dat niet doen zo in het begin? Ik ga helemaal niks zeggen. Ik heb het best wel koud. Je hebt het koud. Ik heb het best wel koud. Kan dat dan zijn? Ben je dan ergens onder de grond of zo? Ja, misschien wel, Giel. Oké, ik zie heel groen, Giel. Ik zie heel erg groen. Ik zie helemaal niks. Ik zie nergens iemand. Ik ga toch even een kijkje nemen in die grot, hoor. Jesse, ik zag je mij lopen. Misschien... Wat? Waar misschien zijn jullie? Zag ik jou. Hè? Ik zie hem nu ook lopen, Jesse. Waar zijn jullie dan? Ja, dat gaan we niet vertellen. Oké. Ik snap alweer hoe dat het gaat. Hey Giel, zit je lekker onder de grond, jongen? Ja, ik zit lekker onder de grond. Ik weet dat jullie mij kunnen zien, Santino. Ik heb jullie wel door. Even kijken. Hier in de verre rest van de cave zie ik ook helemaal niks. Maar ja, er zal vast toch wel iemand zitten. Nee, ik zit niet in de cave. Degene die ik ga vinden, ga ik in de fik zetten. Oh, nee. Nee, niet doen. Waar zijn jullie? Ik ben buiten. Ja, maar dan wel buiten bij de cave. Ik ben ook kan jullie niet buiten vinden. Waar zijn jullie nou? Ik kan hem zien, Jesse. Ik kan hem zien. Oh nee. Zitten jullie samen verstopt of zo? Nee, we zitten niet samen. Je zit nu niet meer goed, Giel, bij mij. Giel, ga je naar beneden weer? God, hier zo. Ga je weer naar boven? Ja, maar ik ben... Oh, hier. Dit ziet er wel uit als een plek waar Santino kan verstoppen. Nou, niet dus. Waar zijn jullie? Ik word helemaal gek. Giel, hij gaat mij nooit vinden. Ik heb hier een paar potjes. Giel. Ja, lukt het, Giel? Lukt het daar in de bomen? Ik ga gewoon lopen. Waar zijn jullie Giel, nou? Zit je nou lekker boven, Giel, nu? Ja, ik ben lekker boven. Ik snap dat jullie mij kunnen zien, maar ik kan jullie niet zien, oké? Ja, dat snap ik. Maar waar zijn jullie nou? Je bent gewoon slecht. Ja, nee, ik ben super goed. Giel, ik zou ook de hele tijd heen en weer gaan van boom. Ik zou ook de hele tijd heen en weer gaan van boom. Oké. Dan ga ik hier maar eens even omhoog bouwen, denk ik. Maar ik zit niet hoog. Nee. Ik zit wel comfortabel hier. Oké, Giel, ik geef je één tip. Je zat daar net redelijk warm. Of nou net, wel een tijdje geleden. Mij zit je ook heel warm. Ik snap er helemaal niks van. Het is zo eenvoudig en nog zo moeilijk. Jesse, ik heb je gevonden, No. Ah, Jesse. Jij hebt gewonnen. Oké, Santino. Als jij nou ook eventjes prongelijk gaat staan en niet gebukt gaat zitten, dan kan ik jou misschien ook vinden. Want ik zag Jesse zijn name tag. Oké. Ik ga het één keer doen, Giel, voor 2 seconden. Oké, wacht. Moet je me dan heel eventjes de kans om gewoon eventjes op een hoge plek te staan, oké? Santino, wat ben jij? Ja, ik kan je zien. Oké, dan gaat hij, ja. 3, 2, 1. Je keek letterlijk de goede kant op, Ik weet ook niet waar Santino is. Santino, ik ga ook gewoon zoeken. Weet je wat ik doe, Santino? Ik heb toch een aansteker? En dit hele eiland is van wol. Ik heb gewoon even een paar stukjes in de fik gezet. Nee, Giel, dat kan je niet maken! Maar dat is vals spelen, Oké, je bent heel warm, Giel. Maar het duurt zo lang, Jesse. Giel, ik weet waar hij nu is. Weet jij waar hij is? Kun je mij niet even helpen dan? Zit hij hier? Nee, ik ga jou niet helpen. Waar zit hij nou? Ja, jij moet me vinden, Giel. Nee.
Je zat daar net echt super warm. Ben je ook onder de grond? Ben je onder de grond of boven? Oké, ik zit niet onder de grond. Iets onder de grond, oké. Okay, nou, niet, moet ik... nee, ik zit niet onder de grond. Ik zie bijna door de bomen niet het bos onder de grond. Meer, hè? Oh, nee, ik ook. Ik zie ook je zit bijna, boven ik... dus. Je zit gewoon ergens... Oh, wat? Ja, Satino is groen en het hele eiland is groen. Dus ik vind het een ja, beetje vals. Ja, nee, dat is heel erg lastig inderdaad. Ik kan niet alleen maar... Oké, hier heb ik weer een soort van groen kuiltje gevonden. Nee, maar Giel, ik snap het niet waarom je nog steeds niet bij de plek bent waar het warm was. Ja, ik snap waar het nu warm is in ieder geval. Ijskoud, Giel. Ja, zit jij bij een fireball of zo? Want die zit hier ook een hele hoop. Nee. Maar het vuur komt nu wel echt heel erg dichtbij mij. Oké, dan ga ik daar even zoeken. Oh, het halve eiland is gewoon half eiland weg. Ik kan Jesse nu zien lopen in ieder geval. Oké, maar je zit dus ergens gewoon in een boom, denk ik. Dat is correct. Dat is correct. Oké, als het vuur heel erg dichtbij komt op dit moment, moet het haast wel deze boom zijn. Satino. ik zat zelf in de fik. Oké, waar ben je? Oké, we komen nu dichterbij. Nee, de richting die net opliep kwam weer heel erg dichtbij. Nee, ik zit niet in die boom, nee. Je hoeft ook niet te bukken. Ik heb nog nooit zo'n moeilijke verstoppertje gespeeld. Nee, wat doe je nou allemaal? Je bent zo slecht. Waar is hij dan? Ik zie hem gewoon niet. Ik zit overal te kijken. Oké, Giel, ik denk dat je een beetje moet helpen. Hoe dan? Ik snap er helemaal niks van, hè? Giel, je loopt echt de hele verkeerde kant op. Oké, je loopt nu goed. Oké. Goed zo. Dan is deze boom. Oh mijn god. Dan is deze boom hier zo. Giel, dit kan je echt niet mee, hoor. Dan is het deze boom. Waar is het nou? Oh mijn god, Giel. Dit ben je niet. Je bent zo slecht. Ik snap er echt helemaal niks van. Oh, en het wordt ook donker. Het wordt niet makkelijker. Giel, kom op, ouwe. Dit kan echt niet. Ik ben helemaal klaar mee. Satino, Oké, het wordt nu wel heel erg heet onder de voeten. Ik heb het gevonden. Ja, Satino, hoppa. Zag je hoe snel dat ik jou kon vinden? Oh mijn god. Oh Giel, jij bent zo goed. Ik ben echt enorm goed. Oké, jongens, als laatste moet ik Giel en Jesse gaan zoeken. En zo te horen zijn ze ook al verstopt. Dus dat ga je nooit vinden. Heel veel succes, jongens. Heel veel succes. Oké, ik ga jullie nu zoeken. Ik kom eraan, jongens. Je gaat ons sowieso nooit vinden, Santino. Nee, ik ben heel erg benieuwd. Niet. Het was daarnet al relatief lastig voor Giel. Ik ben heel erg benieuwd hoe moeilijk het zou zijn voor mij nu op dit moment. Oké, we hebben tenminste een bezoek van één. Ik zie ook al een naampje. Jullie maken me nu al helemaal gekke pannen in jongens. Ik heb wel een beetje hoogtevrees, hoor. Dat moet ik wel zeggen. Dat is een goede tip. Jullie zijn gewoon bij elkaar, joh. Nee. Hoe weet jij dat ik ook boven zit? Ben ik al dichtbij? Ja, ik kan jou nu zien. Nu niet meer. Nu wel. Nu zie ik Santino heel goed. Oh, jongens, jullie maken me helemaal paranoïde. Wacht, jullie kunnen mij zien? Ben je nou aan het lopen? Je bent om je heen aan het kijken. Wat vind je van die bijtjes? Oh, jongens, alsjeblieft. Ik kan hier echt niet goed tegen. Nee, ik kan het niet goed tegen. Oh, Giel! Giel! Nee. Oh, Giel. Ja, Giel begon te springen in één keer. Ik kon dus niet kijken waar Santino was en ik sprong uit mijn plantenbakje om te kijken. Waarom doe je dat nou? Gevonden. Ja, ik weet het. Ik dacht dat ik veel verder weg was. Oh, Giel. Je bent niet alleen slecht in zoeken, je bent ook nog slecht in verstoppen. Ja, het is echt niet normaal. Waar kan jij zijn, jongen? Ja, zag mij goed verstopt. Je gaat mij nooit vinden, Santino. Don't open. Bees inside. Nee. Oh, er zit ook echt letterlijk helemaal niks daar binnen. Oké. Nee, daar ben ik niet. Je was hierboven, zeg je net. Je kon me net de hele tijd zien. Ja, ik zie jou. Nu ook, Santino. Oh, dit is zo lastig. Ja, je bent een beetje naar beneden aan het kijken, hè? Ja, want ik denk, misschien ben je naar beneden gegaan of iets. Ja, nee. Je zit op de goede verdieping. Ja, maar waar? Ik ben ook aan het zoeken, maar ik weet ook helemaal niet waar Jesse is. Hè? Ik kan hem echt niet zien, Giel. Ik ben volgens mij echt blind. Hier is de bij. De bij moet weg. De bij moet even weg. De bij moet weg. Hè? Au, bij, laat me met rust. Au. Oh, hier ben je. Ik kon je letterlijk niet zien, ouwe. Oh mijn god. Nou jongens, ik heb Jesse en Giel weten te vinden. En wat we kunnen zeggen is dat Giel echt ongelooflijk slecht is in zoeken. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En vergeet zeker niet even een van deze video's aan te klikken voordat ze weggaan. Vandaag zijn we weer terug met mini hide and seek. En we gaan weer proberen om te kijken of we Giel en Jesse kunnen vinden. Ik wil deze mensen bedanken voor het abonneren op mijn kanaal. En ben je nou nog niet geabonneerd op mijn kanaal met dat belletje aan? Doe dat dan nu en wie weet krijg je misschien wel een shout-out in de volgende video. Wie deze likes op deze video is de volgende keer weer een nieuwe mini hide and seek. Jongens, welkom hier in mijn prachtig Japans klein stadje. Vandaag gaan we natuurlijk weer hide and seek spelen. Alleen, Jesse wist het al. We gaan het in de klei doen. En Giel, jij mag beginnen. Oké, doei. Doei. Oké.
Tino, okay. waar gaan we? Ja, er zijn heel veel plekken. We zijn nog een klein. Oh, yes. Kunnen we hier zo? Kan ik in deze poes? Kan dat? Nee, oh nee, je duwt hem weg! Oh, nee, jammer, als je in die poes kon, was zo leuk geweest. Oh, dat was echt een super goede stop geweest. Oh, Santino! Oh, wat is kijk, er? Kijk, hier ga ik oh, in. Oh mijn god. Oh mijn god, dat is nog slim ook. Ja, ik ben ook rood. Ik ga hierin. Kijk, yes, kijk eens achter je. Ja, ga erin, ga erin. Kun je hem ja, zien? nice. Oké. Oké, jongens, ik kom eraan. Oh nee. Je gaat ons nooit vinden. Oh ja, zeker wel. Ik ben al flink aan het zoeken, jongens. Ik merk het. Hé, een kat. Hallo, ik ga jou killen. Nee, wat doe je met onze kat? Ja, dat kan me geen reet schelen, jongens. Waarom doe je dat nou? Kom hem halen dan. Kom hem begraven dan. Kom uit je hok. Ik zit wel heel erg lekker. Giel, je bent echt zo slecht. Hoezo ben ik zo slecht? Hey, Jessie. Hoe kan dat nou? Au, au. Hoppa, oh ja. Jessie, jouw verstand is zo goed. Bam. Au. Ik ga dood. Boom. Doei. We hebben Santino ook gevonden. Nee, Jesse, wat doe je nou? Ik doe helemaal niks. Oh mijn god. Oké, ik had misschien weg moeten. Sorry. Sinds dat Jesse natuurlijk als eerste is gevonden, mag jij gaan zoeken. Oké. Okay. Ik ben zo benieuwd. Ready? Oké. Okay. Nee, je mag niet klein zijn. Nee, gast. Oh, nee, opa. Oké, ga dan maar. 1, 2, 3. We moeten echt heel eventjes een goede plek gaan zoeken, man. Ja, we mogen dus dit hele gebouw gebruiken. En ik zat eigenlijk hier te denken, als ik nou hier zo ingaan? Ja, jij daar? En dan zo, dat kletsen. Zal ik hem dicht... Ja, dit is echt een goede plek, goed. Gast. Is het al meteen goed? Okay. Ik ga ook even een goede plek zoeken. Oh, dit is nog lastiger dan ik dacht. Ik ga eerst kijken waar jij heen gaat, Ik heb nog geen goede plek. Oh, stress! Nee, niet stress. Rustig gaan. Gewoon een plekje voor jou zoeken, ja? Ja, is goed. Even kijken. Hier is nog een kamertje. Oh, waar is dat een kamertje? Hier zo. Weet je wat ik doe? Ben jij? Oh, hier zo, ja. Oh. Nee, ik weet het niet, Santino. Oh, Giel, je moet opschieten. Jesse is zo klaar met tellen, hè? Jongens, ik denk dat ik eraan kom. Giel, ga gewoon verstoppen ergens. Ja, ik ga verstoppen. Oké, ik ben ook ergens verstoppen. Oh, ja, ik begin even bij het basketbalveldje. Is daar iemand? Nee, pittig koud. Nee, zeer zeker niemand te vinden. Waarom is er dan weer een groen gebouw? Dat Santino is ook groen. Dat is gewoon vals spelen. In de schuur misschien hier. Jessie, ik heb het heus niet zo uitgekozen. Oké, er is niemand op het basketbalveldje, denk ik. Nee, helemaal niemand. Oh, hier staat een deur open. Giel, ik hoop dat jij goed zit. Is hier dan misschien iemand? Waarom zit je beweeg, Giel? Nee, helemaal niemand. Waarom is hier een blokje uit de muur? Hallo. Geen idee. Oké, en hieronder misschien, maar. Oké, in ieder geval niet hier. En hier echt. Jessie, hallo. Ben je geplaatst? Jazeker. Oké. Hij is akelig dichtbij. Ik weet het echt niet. Ik kan hem ruiken. Ik kan hem letterlijk ruiken. Ben ik warm? Je bent warm, ja, zeker. Wacht even. Bij mij of bij jou? Bij mij is hij warm. Santino, waar ben jij? Ja, ik ben nergens. Oké, Giel? Ja? Als ik jou niet binnen 10 seconden vind, ga ik... TNT of zo. Giel, op jezelf maar op! 8, 7, 6, jij was hier ergens. 4, 3, 2, 1. Oké, ik ga een blokje TNT. Nee, hij is echt dichtbij mij. Hallo, Giel! Bim! Oh! Ja! Wow! Nee, Giel! Doei, Giel! Doei! Ik zie jullie lopen! Oké, maar nu moet ik Santino nog vinden. Oh mijn god, die was echt zo dichtbij jou. Was ik dichtbij jou? Ja, hij was zo... Nee. Zij niks, trouwens. Ja, helemaal niks. Jij zit hier in de bosjes. Hallo. Ik weet oprecht even niet meer waar dat Santino zit. Nee, ik ook niet. luister, ik hou mijn mond. Jij bent echt akelig warm. Ik ben warm? Ja, je bent echt heel warm. Ben jij dus als hier? Jij nu TNT zo neerzetten, zou het ontploffen door de warmte. Zo... Hallo, ik weet het echt niet. Waarom zit je dit in de fik? Ik weet het ook niet. Wat ben je? Ik sta echt letterlijk bijna in de fik, man. Ik weet het ook even niet meer. Oh nee, hield toch.
Maar dan moet jij hier ergens zijn. Ik zie Jesse weer met TNT in zijn hand. Oh, nee, ja, ik denk dat ik met TNT geloof. Hoppakee, nee, nee, sorry. Nee, 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 sorry, nee, 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 sorry, nee, 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 nee. Oh, oh. Ik zie je, of niet? Huh? Nee! Ja. Nee! Ja. Nee! Let's go! Oh, nee! Oh, Jesse! Oké, jongens, sinds dat Jesse en Giel alle twee al hebben gevonden, ga ik nu zoeken. Dus we zijn hier bij een mooie villagers stadje en gaan we gewoon verstoppen. Ik vind jullie heus wel een keer. Doei! Doei. Oké, jongens, ik ga jullie zoeken. Kom maar hier, kom maar hier. Oh, waar zijn jullie toch? Ja. Heb je dat ook allemaal villagers trouwens? Verstopt is dat niet, hè? Dat zeg ik niet. Deze villagers worden helemaal gek van deze bel, jongens. Zo. Oké, even kijken. Genoeg gepraat. Waar zijn jullie? Jullie kunnen echt overal zitten hier. Dat deze is correct, het even juist. Ja, je bent Jesse wel warm, hè? Draait stil. Die moet ik toegeven, je bent wel warm. Echt? Ja, je bent wel een beetje warm. Ben ik nu al warm? Je bent nu al warm. Oh mijn god, oké. Hallo villager, heb jij twee mensen gezien? denk het niet. Ik ga eens even weg, jongen. Verstopt, Santino. Je gaat me nooit kunnen vinden. Ja, nee, oh, je gaat mij ook nooit kunnen vinden, Santino. Maar echt, echt nooit. Maar hoezo zou ik jou nooit kunnen vinden? Ben jij überhaupt hier wel, Jesse? Ja. Maar zit jij hier in het graanveld? Oh, nee. De graan kan niet kapot. Nou, lekker, dan kan ik jullie sowieso niet vinden. Ja, dat kan niet met de zwaarte. Ben je dan van Minecraft noob? Ik weet veel. Nee, ik zit ook niet in het graanveld. Ik zie Giel nog wel eens bij de kippen zitten. Hallo? Giel bij de kippen? Ja, natuurlijk! Ik ga altijd ook de kippen aan. Oh, oké. Nou, ik zie wel de hele tijd een heel vervelend paard lopen. Ik weet niet wat hij aan het doen is. Een vervelend paard? Maar er zitten hier wel meerdere paarden, yes? Ja, oké. Jongens, waar zijn jullie? Ja, dat ga ik nog even vertellen, anders is het geen verstoppertje. Nee, dat begrijp ik. Iron golems en alles. Ja, we moeten gewoon beter zoeken. Ja, dat begrijp ik dat ik beter moet gaan zoeken, maar ja. Jongen, er zit de hele tijd... Hoe kan het er zijn dat er een heel farm gesloopt is hier? Ja, maar bro, letterlijk, er zit de hele tijd een paard achter me aan, jongen. Hoezo zit het ziek in je tand? Ja, geef hem dan wortels of zo. Wacht, heb ik wortels? Ik kan wel even wat wortels geven. Even kijken. Geef hem wortels. Carrot. Maar ik zie hem zo. Dat paard is echt raar. Hoezo is dat paard raar hier? Waarom eet ik die wortels? Dat paard is helemaal uitgebukt, gehad. Nou, moet je niet even gaan zoeken of zo in plaats van bezighouden met dat paard? Dat begrijp ik, Jesse. Ja, maar ik kan jullie niet vinden. Ja, Santino, ga nou eens even goed zoeken, man. Die bent al 6 keer langs me afgelopen. Zit hier iemand onder? Hallo? Hallo, Santino. Ik kan jou gewoon de hele tijd zien, hè? Maar hoe dan? Ja, gewoon. Ik zag volgens mij in zo'n klein gieleke zag ik hier. Kom hier, Giel. Nee, kom hier. Ja, hoe kom ik hier nou weer onder? Oh, ja, zo dat gaat heel erg lastig. Nee hoor, waar ben je? Waar ben jij nou weer dan? Oh, daar ben je! Kom hier! Wow, ik was je echt even kwijt, ouwe. Oh nee, ben ik kennen. Kom hier, jawel. Au. Oh, dit bepaalt, beschermt mij. Waarom beschermt dit paard? Ja, gewoon. Santino, ga je mij nog een keer zoeken of niet? Zit jij nou in zijn buik, Jesse? Wat? Hè? Wacht eens even, kom eens hier. Ja, kom eens hier jij. Hoe heb je dat nou weer gedaan? Au. Oh mijn god, ouwe. Wauw. Dat is oprecht één van de beste stopplekken die ik ooit heb gezien. In ieder geval, jongens, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En check ook zeker even één van deze twee video's, want ze zijn echt super leuk. Dus druk er heel snel op. Vandaag ga Jesse, Giel en ik weer verstoppen in Minecraft Hide and Seek. We spelen niet zomaar Hide and Seek, maar dit keer weer als kleine spelers. En ik wil deze mensen bedanken voor het abonneren op mijn kanaal. Ben je nou nog niet geabonneerd op mijn kanaal met dat belletje aan? Doe dat dan nu en wie weet krijg je misschien wel een shoutout in de volgende video. En zouden wij de 2500 likes kunnen halen op deze video? Want de vorige keer drukten jullie massaal op dat blauwe duimpje, dus heel erg bedankt daarvoor. Anyway, laten we maar eens kijken of we Jesse en Giel kunnen vinden. Oké, jongens, het is dus weer tijd voor een verstoppertje, maar we gaan het weer in het klein doen. Ja, ja. Nee. Zoveel zin in, jongens. Jesse heeft ook heel veel zin in al. Ja. Oké, okay, Giel, jij mag beginnen met zoeken. Dus ik zou zeggen, heel veel succes. Je mag overal hier kijken, ja? Doei. Ja, is goed. Oké, doei, Giel. Doei. Oké, Jesse, wacht. Waar gaan we verstoppen? Het is hier echt gigantisch groot. Ja, ik weet het niet. Kijk, hier is allemaal rood tapijt. Misschien kan ik daar gebruik van maken. Maar... misschien kun je daar wel achter zitten. Oeh, er zitten hier allemaal emeralds. Waar? Ja, hier. Die heb ik nu net opgepakt. Dankjewel, Santino. Je bent net zo groot als die maar we moeten verstoppen, Santino. We moeten ik weet het. Oké, ga jij in die kamer kijken of daar iets is? Ik ga hier kijken, ja? Ja, is goed. Okay, ik heb een goed idee. Ik heb een heel goed idee. Oh ja, heb je een goed idee? Ja, kom maar kijken. Ik ben zo benieuwd. Het moet wel een goede plek zijn, want ik weet dat Giel relatief goed kan... Wacht, waar ben jij? Ja, kan je me niet vinden? Oh, hier ben jij! In de bloemen!
geld. Nice. Oké, okay, ik ga even kijken, want bij ons heb je een badkamer. Misschien ga ik daar even kijken. Oh, je hebt hier ook een badkamer. Oeh, kom, we gaan in dezelfde kamer, dat is leuk. Ja, gaan we in dezelfde kamer? Ja. Wacht, kun je mij hier zien? Ik kom even controleren, hoor. Hallo, ja. Santi... Wow, wat? Dat zie je niet, hè? Wow, okay, wat? Oké, zit echt heel goed. Oké, okay, dat is goed. Ga jij weer terug naar je bloempot? Ja, ik zit weer in mijn bloempot. Dan ben ik heel erg benieuwd of Giel ons gaat vinden. Sowieso niet. Jongens, kom eraan. Oh, je gaat ons echt niet vinden, Giel. Je lacht echt op zo'n manier of dat ik nu al voorbij ben gelopen. Nee, maar je gaat ons gewoon niet vinden. Ik heb zo een goede vertrouwen in waar Jesse en ik zitten. Oké, jullie zijn natuurlijk hartstikke klein, hè? Ja. Potverdorie, echt. Ik ben hier in een ruimte met allemaal stoelen en dan zou gewoon iemand hier zo opeens een stoel kunnen zitten. En ik kan er langs lopen, maar ik zou het niet zien. Ja, Het zou kunnen, Giel. Onder de stoel, op de stoel, in de stoel. Het kan allemaal. Ik zou maar beter zoeken, want dan ben je niet heel warm. Jesse, hij gaat ons echt nooit vinden. Hij zit niet eens goed. Hij zit niet eens op de goede verdieping. Echt, de goede verdieping zit ik niet eens. Oké, bedankt voor de tip. Dat kan best wel helpen. Nu zit je wel op de goede verdieping. Of misschien liegen we wel. Dat kan natuurlijk ook. Hallo, iemand in het bad of zo. Wat? Wie is er zo aan het lachen? Ik vertrouw dus echt helemaal geen zorg. Ik ben niet aan het lachen, hoor. Je zegt gewoon bad heel erg grappig. Ja. Hallo, Giel. Onder dat bed zou echt een topplek zijn, gek. Oh, dat is ook goeie geweest, Jesse. Oh, even... Echt, hè? Oké, dus daar zijn jullie niet. Giel, wil je weer even het licht aanzetten? Want ik ben een beetje bang in het donker. Oké, in het donker. Zou je voortaan even de wc willen doorspoelen, Giel? Want het stinkt hier. Wat zeg jij nou weer? Ben ik al in jouw kamer geweest of zo? Tiro's, hij zat gewoon niet de tips, hè? Nee, het is echt... Giel, je zit in het donker. Zet net een licht uit in die kamer. Zet ik een licht uit? Ja, doe die hendel maar over rechts. Oh ja, ik zie er hier een. Hier. Ik ben gevonden. Nee, ja, ik zie je in die plan. Dat was wel echt een hele goede plek, Jesse. Ja, toch? Oké. Wie zegt er nou, oh mijn god, dat is echt zo'n teken van jou. Lopen weer naast me. Zei je nog, je moet even die badkamer, je moet even die wc doorspoelen. Want het stinkt hier echt heel erg. Wc doorspoelen? Zit jullie op dezelfde kamer of zo? Wat is dit? Ik heb net even een poepje gedaan, Giel. Dus bibbe. Ik doe het licht maar voor je aan. Zo op de wc. Jesse's rol was net zo groot. Huh? Jij zit hier achter. Ik zie je. Nee, helemaal niet. Je zit hier wel achter hier. Nee! Ik heb je gevonden. Oké, lekker Giel. Op naar de volgende. Oké, Jesse, sinds jij de eerste bent die net gevonden is, mag jij nu gaan zoeken in het prachtige schuur. Oké, dan geef het toch makkelijk. Heel veel succes, ja? Ja, doei. Oké, doei. Oké, Giel, luister. Waar gaan we zitten, Santino? Luister, we kunnen hier gaan zitten, maar daar zit ook een hele grote graanveld waar we kunnen gaan zitten. Dat is wel waar, maar ik probeer gewoon ergens tussen een trappetje te komen of zo. Of iets in die richting. Ja, wow, dit is een ziek goede plek, Santino. Kom naar mij toe. Zit je goed? Zit je Ja, kijk, hier. Als ik hier ga zitten... Oh my, oké. Deze is echt ziek. Oh, holy damn. Ik zweer het. Als Jesse jou vindt... Dat kan echt niet. Nee, dat kan niet. Dat is niet mogelijk. Ik wil naar boven. Ja, dat graafveld is denk ik wel een beetje te makkelijk. Ik wil wel even zien waar jij gaat zitten, Santino. Jij hebt zo'n goede plek. Ik moet echt eventjes wat beter gaan verzinnen. Oh, ja. Je moet echt van die kleine gleufjes vinden. Daar moet je gewoon tussen gaan zitten. Ik weet het. Maar er zijn hier echt amper kleine gleuven, Giel. Waar zou ik kunnen zitten? Waar zou ik echt serieus kunnen zitten? Echt goed. Hier bij de Wii. Hey, trouwens, dat is helemaal geen goede plek. Wacht, zit ik hier goed, Giel? Zit ik hier? Waar ben je? Hier ligt zo. Ja, daar zit jij echt perfect, ouwe. Oké, ik ga hier zitten. Ja, ga jij naar dat ene plekje van je. Ja. Oké, heel veel succes, Giel. Ja, dankjewel. Oh, ik kan mijn plek niet meer vinden. Waar was ik ook alweer? Het zit beneden, bij de hooibaan. Oh ja. Ik heb hem. Veel succes, Giel. Ik hoop echt dat Jesse ons niet kan vinden. Jij ook veel succes, Santino. Oké, kom maar aan. Hallo. Hallo, Jesse. Dit ziet er van binnen zo raar uit. Het zijn over van die kleine gleufjes. Jullie zitten sowieso in een heel klein gleufje. Jesse, je gaat ons echt nooit kunnen vinden. Ja, echt wel. Echt zeker wel. Hoe heb je dit gedaan? Nee, joh! Dit is letterlijk de eerste waar ik kijk. Oh ja, maar jij hakt ook gewoon dat blok weg, Jesse. Waarom doe je dat nou? Ja, anders kan ik het niet zien, toch? Oh, nee. Ja. Okay. Hij heeft het zo snel gevonden. Dat heeft hij echt snel gedaan. Ja, maar nu moet ik Santino nog vinden. En Giel zat in een heel klein gleufje. Dan heb ik in ieder geval wel goed. Oké. Ja, dat zeker. Santino, zit jij ook in een klein gleufje, of niet? Nee, ik sta totaal in het open, Jesse. Waarom geloof ik dit niet helemaal? Ik loop nu achter.
achter je, letterlijk nu. Ben je nu achter me? Ja. Zie je hem, hoe zie jij hem niet lopen? Waar heb jij het over? Hier, ik sta letterlijk hier zo achter je, hier beneden, hier zo. Kun jij Santino op dit moment niet zien? Ga maar nu trollen! Stoppen. Eens even kijken. Nee, Jesse, je kan me letterlijk nu zien. Je kon me letterlijk daar zien. Kon ik je letterlijk... waarom is hier een raam kapot? Hallo? 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 Giel, help me even. Oké. Santino, ik weet ook niet meer... Mag ik één tip geven, Santino? Ja. Oké, tuurlijk. Hij zit boven. Oh, wel? Giel, help me nou even. Oké, nee. Niet helpen. Maar hoe moet ik je helpen dan? Nee. Ik heb hier een emerald voor je. Nee, niet helpen. Dat is vals spelen. Nee, ik doe helemaal niks. Ik speel niet vals. Nee, ik ga echt slaan als je nu gaat helpen. Dat mag. Nee. Ik ga niet helpen. Oh, hallo, Santino. Hallo, Yassi. Waar ben je? Zie je mij of niet? Ja, ik kon je net nog zien, maar nu ben ik nog niet zo zeker of ik je kan zien. Oh nee. Ben ik dichtbij? Hallo, Santino. Waar is Santino nou? Santino. Ik ben helemaal nergens, hoor, Yassi. Ik heb oprecht geen idee. Giel zit even hier te springen. Je bent sowieso hier ergens. Hè? Nee, ik zit ook hier te springen. Kijk, en hier. En hier. Santino, zit je dan hier? Ik heb echt geen idee waar je bent. Hè? Ik ben echt... Ik heb je. Nee! Oké, yes, je hebt ons alle twee echt super snel gevonden trouwens. Laten we naar het volgende deel gaan. Oké, jongens, ik ben de allerlaatste die jullie moet gaan zoeken. Dus ik zou zeggen, shrink en ga verstoppen. Oké, niet kijken, Santino. Nee, ik ga niet kijken. Ik zie jullie zo. Doei. Ik zit meteen heel goed verstopt. Oké, jongens, ze zijn zich de duur aan het verstoppen. En ik weet van Jesse en Giel dat ze zich super goed kunnen verstoppen. En ik weet ook van mezelf dat ik niet heel erg goed ben in zoeken. Want ja, ik mis letterlijk iedereen over het hoofd. Maar ja, ik ben heel erg benieuwd. Het is een heel erg mooi gebied waar ze zich kunnen verstoppen. Heel erg goede camouflage. Dus hun kennen hebben ze best wel een goede spot gevonden. Oké, jongens, zijn jullie verstopt? Ja, zeker. Ik hoor het ook alweer. Jullie zitten sowieso bij elkaar. Dat is één ding wat zeker is. Nee. Ben je helemaal gek geworden? Ik hoor het alweer. Oké, ik ga eerst even hier al in de bosjes kijken, want er zitten best wel wat bloemen waar jullie je kunnen verstoppen. Nee, hoor, dat heb je helemaal verkeerd. Nee, dat geloof ik niet. Giel, ik denk dat jullie hier ergens in een bom zetten. Nou, ik denk het niet. Nee, denk je dat niet? Zetten we niet. Nee, weet je dit zeker? Ik zit 100% sowieso niet. Zeker. Ik sta. Ik ruik ook. Ik kan jullie gewoon ruiken. Hallo? 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 Oké, ik denk dat jullie niet hallo. In de boot zitten. Zo gaan jullie nou ook weer niet. Beneden toe. Hallo? Hallo? Ja, je moet toch even beter gaan kijken hoor, Santino. Ja, ik zou even beter kijken als ik jou hoor. Toch even beter kijken. Hè? Wacht. Jullie zitten nu echt helemaal te bespelen, joh. Nee, ik heb ook geen idee waar je bent, trouwens. Santino, het is helemaal niet zo moeilijk. We zitten gewoon verstopt en jij moet ons zoeken. Ja, dat begrijp ik, Giel. Maar ja, als het zo'n gebied is waar jullie zomaar kunnen verstoppen, dan kan ik het helemaal vinden. Santino, hoe lang duurt het nog? Want ik moet straks nog even wat dingetjes doen. Dat begrijp ik, maar dan moet je gewoon zeggen waar je bent, Jesse. Oké, ik geef je een tip. Ja, oké. Ik zit in een hele kleine gleuf. Zit jij in een hele kleine gleuf? Maar waar zit dat dan? Ja, ik zit zelfs heel diep. Nee, wacht, maar zitten jullie bij water of zo dan? Ik zit er allemaal water, ja. Ja, het is hier wel een beetje nat. Ik zit ook bij het water. Oké, dan ga ik bij het water zoeken. Maar ik denk niet dat jullie... Dit is een gleuf. Ik zit niet in het water. Oh, wacht. Splitter, spetter, spaten. Lekker in het water. Wacht, zitten jullie in deze natte gleuf? Nee, zo. Kunnen jullie mij nu zien lopen? Ik kwam even uit mijn gleuf en ik keek je recht in je ogen aan. Dat meen je niet. Ja, daarom gilde ik zo. Wacht, kunnen jullie mij horen? Ik kan je horen. Ja, ben ik nou zo mokerblind? Je bent wel in de buurt, Santino. Santino, ik kan het gewoon niet meer aan. Echt, je is zo ontzettend warm al de hele tijd. Je bent echt een chaos. Wacht, ik heb hier een finish. Misschien kan ik me helpen. Je zit echt heel warm op dit moment. Giel, wat heb je nou weer gedaan dan? Hoe kan dat niet? Niet het huis slopen. Dat is zo zonde voor het huisje. Dat is zo zonde. Maar ik zit wel ergens bij het huis. Waarom praat jij nou weer zo raar? Hello? Dit hoor jij, Giel. Wat? Dit hoor jij. Tino. Dit hoor jij, Giel dus. Dit hoor jij. Ja. Oké, wacht. Dus dan zit jij hier sowieso. Wacht even. Nee hoor. Ik zou niet durven. Hallo, Giel. Hallo, Santino.
Oké, maar ik heb jou nu gevonden, maar jij kan me best wel even helpen, toch? Ja, ik kan jou best wel even helpen. Wacht, ik ga ook weer even groot worden en waar zit Jessie? Wacht even, waarom gaat die muziekbox af? Ik zie Jessie? Misschien was ik dat wel. Waar is Jessie nou? Waar ben ik nou? Ik weet gewoon oprecht niet waar Jessie is, hè? Ik zit zo goed verstopt. Hallo? Nee, kun je een sip geven over waar je zit? Heb ik al gezegd. Ik zit in een gleuf. Hij zit in een hele mooie warme gleuf. In een groot gapend gat. Hoezo dan weer warm? Wacht. Kun je dat nog een keer doen, Jessie? Jij bent best warm op dit moment. Wat moet ik doen? Wil je even die muziekbox even... Oké. Okay. Gedaan. Nee. Hallo! Nee. Oh, nee! Hier komen, Jessie! Hier komen! Nee. Jawel, waar ben je? Waar ben je nou weer dan? Daar ben je! Kom hier, Jessie! Kom hier, Jessie! Net een rennende mie. Vandaag spelen Alex, Mick en ik hide and seek, alleen dan in het klein. Oké, jongens, zoals jullie kunnen zien hebben jullie allebei een apparaat gekregen waarmee jullie dus kunnen krimpen. En de bedoeling is dus dat wij hiermee hide and seek gaan spelen. Alleen, Alex, jij mag eerst beginnen met zoeken. Dus jij mag nog niet klein worden. Wij wel, Mick. Oké. Okay. Woehoe! Oké, okay, let's go. Mini Mick. Doei, zoek me maar. Kom, Alex, ga jij maar tellen? Doe maar tot 30 of zoiets. Dan zien we je zo weer. Doei. Oké. 1, 2, 3. Waar moeten we heen? Waar ga jij verstoppen? Ik denk dat ik hier beneden ga verstoppen, Stino. Oeh, wacht even. In de kelder, dat kan inderdaad. Even kijken. Kan ik niet in de koelkast gewoon springen? Oh, mijn god, wacht. Probeer dat eens. Nee, lukt dat? Gaat niet. Maar, wow, zie je me nu? Nou, als ik klein ben... Ik kan helemaal niet zien. Waar ben jij nou weer gebleven dan? Is dit niet een beetje vals spelen? Ja, je ligt letterlijk daar op de koelkast. Ja, dit is echt een geniale stopplek. Kijk dan. Oké, ik ben eventjes aan het nadenken. Dat is inderdaad wel heel erg slim. Ik ga hier blijven. Blijf jij daar? Ik ga denk ik eventjes terug naar boven toe. Want volgens mij kunnen we hier ook verstoppen. Ook met de camera erbij. Oeh, ik kan ook hierin verstoppen. Kan ik in dat boek verstoppen van een enchanting table? Dat meen je niet. Ik weet alleen niet of dit de meest slimme plek is om te doen. Weet je wat? Ik denk dat ik het gewoon hier ga proberen. Het lijkt erop dat het gaat werken. Nee, het gaat niet werken dit. Oké, ik moet een andere plek vinden. Wacht, we kunnen hier ook naar beneden. Er zit hier ook nog een kelder. Oké, wacht. Als ik nou gewoon hier tussen of zo, kan ik hier zo er doorheen? Nee. Kan ik hier ergens ertussen? Nee. Ik kan hieronder. Ja, ik ga hieronder zitten. Hier gaat Alex mij sowieso nooit vinden. Waar kunnen ze zijn? Ze zijn letterlijk mini, maar dan ook echt mini. Varken, heb jij ze ergens ge... Loop je nou weg? Oké, dit wordt hem ook niet. Misschien hier in de wc? Nee, dat is een vlieg. Alex, je krijgt me nooit gevonden. Ik moet wel zeggen dat het hier een beetje koud is waar ik zit. Mick, Santino, waar zijn jullie? Je gaat mij ook nooit vinden hoor, Alex. Echt waar. Het gaat je niet lukken. Misschien zit er hier iemand in de wasbak ook niet. In de koelkast zit alleen maar vlees en in de vriezer zit helemaal niks. Je bent echt ijskoud hè, Alex. Je bent echt ijs en ijskoud. Zit er iemand in de kast? Nee. Niemand zit in de kast. Is er dan iemand hier zo onder de eettafel? Ze kunnen letterlijk overal zitten. Hallo, Alex! Is er iemand? Hallo? In de kist misschien? Ze kunnen letterlijk overal zitten. Dit is onmogelijk om hier iemand te vinden. Oh, Alex! Zag je me niet of zo? Beneden? Oh mijn god. Hallo, is er iemand? Zo, niet beneden gaan kijken, Alex. Hallo? Alex, ga naar boven. Ga naar boven. Hallo. Alex, naar boven. Is er iemand? Zit hier nee. Op? Ik hoor Mick, lijkt het wel. Maar waar? Nee. Oh, kan die me ook Mick, slecht, hoor. Mick, ik zie nee. je. Ah, nee. Ik heb je, Mick. Ik had je echt bijna niet gezien. Zo mini was je. Ik dacht dat dit een goede plek was. Nou, blijkbaar niet. En dan moet je ook niet praten als ik in de kamer ben. Nee, ja, je hoorde me ook slecht, hè, toen ik zo klein was. Nogal, ja. Tijd om Santino te zoeken. Maar waar kan hij zijn? Ik heb geen idee. Zal ik je anders gewoon even helpen, stiekem? Ja, is goed. Wacht, volgens mij is Mick gevonden. Volgens mij is Mick gevonden, jongens. Zullen we hier beneden kijken? Ik denk dat beneden... Maar hier beneden ben ik al geweest. En ik kon hem hier beneden nergens vinden. Misschien achter het schilderij. Nee, hier zit hij ook niet. Ik denk dat je weer naar boven moet gaan. Moet ik weer naar boven? Ja, dan ga ik al een keer Alex! Alex! Mick. Ik wou alleen even zeggen, ik vind het fijn dat je me helpt. Dat waardeer ik. Geen probleem, Alex. Geen probleem. Oké, maar waar kan Santino dan zitten? Mick! Ja. Oh mijn god. Alex en Mick zitten letterlijk in mijn kamer. Als we Santino hebben gevonden, wacht, ze zijn hier aan het praten. Pepernoten bakken. Hoe gaan we dit doen? Hoe ga ik dit doen? Nee, ik denk dat dat een beetje raar is om dat nu te doen. Het is bijna kerstmis, zeg maar. Pepernoten doen tijdens Sinterklaas, toch? Ja, maar dat vind ik lekker. Oké, laat ik maar zitten. Oh mijn god. Santino! Ik zou gewoon naar boven gaan.
Dat okay. zouden we doen. Ja, ja. Hé, hey, Santino, goed gedaan, hè? Oh, dat heb je heel goed gedaan, Mick. Dankjewel. Hé, hey, Alex, hij is het hier! Waar? Hier, onder de trap! Doe je? Mick, de trap! Onder de trap? Ja. Pardon. Hier, kijk, zo. Kijk, zo, kijk. Oh. Santino? Hij speelt vals, want jij kan er eigenlijk helemaal niet komen. Mick, ben je nou aan het liegen? Ja, ja, klopt. Ja, ga maar weer naar boven. Sorry, ik heb ook de trap kapot gemaakt. Het is eigenlijk helemaal niet aardig voor mij. Okay. Mick, wat ben je aan het doen? Ja. Wat ben jij nou allemaal aan het doen? Ja, weet ik ook niet. Hij had mij zo snel en mijn plek was veel beter, vond ik eigenlijk. Ja. Mick, met wie praat je daar mee? Niemand, niemand. Mick. Met de trap. Trap. Santino! Nee! Nee! Ik heb oh mijn god! Mick, waarom deed je dat nou weer? Oh, hij is zo schattig als hij... Oh, hij is alweer groot. Potverdikkie, man. Oh, mijn god. Je hebt gewonnen, jongen. Niet te huilen. Oh, ik heb wel gewonnen. Oké, okay, dat betekent dus wel dat jij moet zoeken, hè, nu. Oké, nou, let's go. Zoeken. We gaan naar een andere plek, jongens. Kom op. Oké, Mick, sinds dat jij als allereerst bent gevonden, mag jij gaan beginnen met zoeken. Ja. En wij worden een mini. Boom. Wij gaan mini worden, ja. Let's go, Alex. Op high five. Dit is zo cool. Kunnen we hier doorheen lopen? Oh, hij kan gewoon open. Ja, oh, maar hij is... Ja, wacht, kan ik je pletten? Oh, oei, zo, dat scheelde weinig! Wow, dat was dichtbij. Oké, okay, wacht. Zo, hop, doe maar dicht, Mick. Oh, hij begint al met zoeken. Oké, okay, Alex, we moeten een plekje vier, vinden. Vijf. Oh nee, waar moet ik mezelf verstoppen? Kan ik mezelf hier... Kijk eens eventjes. Dit is de perfecte verstopplek! Jij hebt... Santino, hij gaat me hier nooit vinden! Jij zit meteen perfect, maat. Jij zit echt meteen perfect. Hier kan je me nooit zien! Maar nou, waar moet ik dan weer verstoppen? Jij hebt meteen weer zo'n goede verstopplek, Alex. Ik weet niet, ik kan wel met je helpen zoeken. Misschien hier ergens in, Santino. Wat, zal ik hier binnen of zal ik hier bij het gaan? Hierin. Dit is letterlijk een speld in Hooiberg dan. Oeh, ja, maar ik weet niet. Hij kan het meestal wel heel erg snel zien, hoor. Mick is heel erg goed in hide and seek, hoor, Alex. Nee, joh, Mick is Mick maar. Maar wacht, als ik nou gewoon hier binnen ga. Wat ga je hierin? Wacht, waar ben jij nou weer? Ik kan Santino, je niet vinden. Santino, ik heb een nog betere plek gevonden. Wacht, waar Kom zit eens. Jij? Oh, mijn god! Dit kan! Oh, maar je kan dit mij letterlijk cool. niet zien. Ja, Alex, dit is denk ik gewoon bijna vals spelen. Je kan ons letterlijk niet zien hierdoor. Daarom is het geweldig. Oké, wacht. Ik ga dit eventjes onthouden, want volgens mij is de tijd nog niet voorbij. Ik ga nog even snel binnen kijken of er nog wat te vinden is. Ja, een koffiekopje, maar daar kan je niet in. Je kan in het vuur, nee, maar het lijkt er doen. Ook op. Ik kan hier naar boven toe, denk ik. Ik kan ook hier tussen de muur zitten, maar dan gaat hij me sowieso zien, denk ik. Santino, ik heb je net echt de beste verstopplek ooit laten zien. Ik zou daar zitten, en anders ga ik er zelf zitten. Ik kan ook hier zo zitten, in de wc. Oh, wacht, kan ik hier zo in? Nee, ik ga die verstopplek claimen dan, Alex. Dan ga ik daar wel zitten. Oké, okay, ik ga dan hier zitten. Ik ga op een andere plek zitten, die keer had gevonden. Hé, hey, Alex, veel succes! Jij ook. 29, 30, ik kom eraan. Ik doe de poort open en ik ga jullie pakken! Oh, okay, mijn god. Oké, laten we hier eerst gaan beginnen. Wat is het hier trouwens eng, jongen? Santino, kon je niet een leukere plek uitzoeken? Kan ik deze denkje gewoon openmaken om te kijken? Santino, ik zie je vanaf hier! Of nee, ik zie je niet, maar ik weet waar je zit. Het is hier echt heel vies en allemaal... Heel dichtbij, maar dingen heel hier. Dichtbij, eventjes kijken. Alex, kan dit... Oh, dit kan Alex. Allemaal open. Oh, ze ja, wat is er, Santino? Ben je ziek nog goed? Ik zie hem, ik zie hem. Oh, waar is hij? Waar is hij? Waar is hij ze? Ik doe dit allemaal weghalen. Ik achter je, Santino. Weg. Wacht, hè? Ik ga denk ik even kijken. Wacht, ik ga even kijken. Ze moeten hier toch ergens... Oh, waar? Santino, dat was zo dom. Dit was de slechtste timing ooit. Dat hoor weet ik je nou niet. Ook Alex? Hoor ik nou ook Alex? Waar is Alex? Waar is Alex? Nergens. Hij is nergens, hier Mick. Ergens Mick, dus. Hij is nergens, hoor. Nee, hoor. Jawel, jij praatte tegen hem. Ik keek deze kant op. Ik ben toch niet dom? Nee, oké. Ik ga het je vertellen waar hij is. Kom. In ik het weet baan. Waar hij is. Nee, ik weet waar hij is. Kom, ik weet waar hij is. Naast me. Wacht, oh. Santino. Ik heb heel veel verstoppertje gespeeld. Ik denk echt dat ik naar jou ga luisteren. Ja, ik weet waar hij is. Ik weet waar hij is. Geloof me. Oh, echt waar. Weet je wat ik Geloof ook me. Met dat ding kan doen die jij mij hebt gegeven? Nee. Ik kan dit doen. Wow! Kijk, wacht. Ik ga met je meedoen dan. Eventjes kijken. Oké, eigenlijk is het juist een stuk lastiger om te zoeken. Wacht, ik ga wel even op het dak kijken. Zo, hop. Ja, jij weet waar die zit. Waar, ja, hij zat zitten? Laatst op het dak. Oh nee. Ik ga dit allemaal wegslaan. Hé, kijk! Nee! Oh mijn Alex. God! Ik heb je gevonden! Alex, rennen! Ren weg voor je leven! Ik zie letterlijk dat je daarin ging, Alex. Oh, nee. Mick, waarom ben jij zo goed in dit spel? Ja, jullie stinken gewoon een beetje. Ik ruik jullie van een afstand. Wauw, oké. Nou, weet je wat? We gaan dan nog één ronde doen. En dan ga ik jullie wel proberen te zoeken.
zoeken. Want het kan niet zo zijn dat jij de beste bent van ons drie. Oké, jongens. Sinds dat ik natuurlijk als allereerst gevonden ben door op dit moment de meeste pro-mic, moet ik gaan zoeken. Dus het is ook de laatste ronde. Dus probeer echt jullie best te doen, want ik ga jullie pakken. Geloof mij maar. Ik ga me zo goed verstoppen. Ik denk dat ik letterlijk ga uithongeren, omdat jij me gewoon niet kan vinden. Ja, is weer goed met jullie. Ik doe de poort open, hoppa, en dan wens ik jullie succes. Jullie hebben 30 seconden de tijd. Oké, Mick, wat gaan we doen? Zullen we gewoon op precies dezelfde plek? Nee, want hij weet die plek toch al. Ja, dat is het eerste waar hij naar gaat kijken. Oké, lieve mensen, ze hebben dus 30 seconden de tijd. Helemaal prima. Ik ga ze sowieso vinden. Het kan niet zo zijn dat Mick ons in een recordtijd gaat vinden. En om te zeggen dat Mick de allerbeste is, dat slaat helemaal nergens op. En het leukste is, ik ken dus een paar verstopplekken in dit huis en hieromheen. Dus ik ga ze sowieso super snel vinden. En ik zit al op een tel van 15, 16, 17, 18, 19... 20. Dus ik hoop maar dat ze een hele goede stopplek hebben. Want ik ga ze pakken. Kan je in principe instaan? Alleen, ik denk dat je dan wel dood gaat. Au, dat doet pijn. Ja, nee, dat ga ik niet doen. Nee, dat moet je ook niet doen. Dat is niet heel slim. Wacht eens even. Hier kan je ook... Mick! Kijk hoe ik lig hier. Mick, kijk. Waar zit jij? Oh, dat is ook een goede plek. Ja, maar we kunnen hier veel hoger. Oh, kijk. Oké, weet je, als jij hier helemaal omhoog gaat, dan ga ik ergens anders. Oké. Doe mijn best. Kijk Alex, je kan hier doorheen. Kijk. Wow, dit is perfect om weg te komen bij hem. Ja, maar het is verstoppertje, hè? Niet vluchten. Nee, dat is waar inderdaad. Ik ga buiten ergens. Dat lijkt me slim om te verspreiden. Hij moet namelijk heel lang erover doen. Ja, misschien dat ik ergens... toch ook naar buiten wil. Ik denk dat die plek te veel op. Nee, jij moet... Mick, ik heb een plek. Nee, jij moet... Oké, weet je, ik wil gewoon dat hij langer zoekt dan ik. Dus als we verspreid zijn... Ik ga gewoon hier zitten. Hier kan ik alles zien wat er gebeurt. Ik ga hier boven in de En doordat boom. Ik zo klein ben, zie je me hier bijna niet. Oké, ik ga hier boven in de boom en dan ga ik zo en dan... Ja, ik ga hier gewoon chillen. Weet je, Stino is toch blind. Dus dit komt helemaal goed. 29 en 30. Oké, jongens, ik ga jullie nu proberen te zoeken. Kom eens eventjes hier. Hallo, waar zijn jullie? Binnenlopen, ik hoor dat hij gaat lopen. Oh, ik ruik jullie gewoon letterlijk. Zit je hier in het water? Niet in het water. Hallo jongens, waar zijn jullie? Zitten ze toevallig dan hier in het kroppenveld misschien? Eens even kijken. Hier zitten ze ook niet in het water hier. Ook niet. Oh, daar loopt hij letterlijk. Eens even kijken, want ze kunnen natuurlijk ook de boom in zijn gegaan. Ze kunnen het huis in zijn gegaan. Ze kunnen ook natuurlijk hier ergens een gat gegraven hebben. Dus ik ga hier even kijken. Misschien zitten ze wel in het toilethuisje. We gaan hier even kijken. 3, 2, 1. Piem! Hij staat letterlijk hier beneden en hij heeft me niet door. Er is letterlijk gewoon niemand. Paard, heb jij iets gevonden? Oké, dit is ook niet echt een normaal paard, om heel eerlijk te zijn. Zit ze dan toevallig hier of zo? Of... het paard wijst naar dit. Oké, ik ga naar het huis toe. Eens even kijken of ze hier in het huis zitten. Hallo, jongen. Waar zit Mick eigenlijk? Ik heb letterlijk geen idee waar hij heen is gelopen. Luister jongens, als jullie hier verstopt zijn, dan moeten jullie gewoon nu al zeggen, want ik ga jullie hem gewoon binnen 2 seconden vinden. 1, 2! Ja, ik zit daar. Oh! Ik hoor hem. Ik hoor iemand. Ik zit Hallo? In het huis. Ik zit Mick, in het huis. Mick, waar ben je? Mick, waar ben je? In het huis. In het huis. Oké, ga ik in het huis kijken. Hallo? Ja. Er zit hier iemand. Hallo? Alex, ik kan je letterlijk gewoon ruiken. Je kan het letterlijk nu gewoon al opgeven. Weet je dat? Je kan me ruiken. Ik hoorde hem. Waar is hij? Oh, ik kom hier niet op. Oké, dag. Santino is zo noob. Hij kan nog niet eens op die ladder daar klimmen. En ik kan hem allemaal gewoon in de gaten houden vanaf hier. Eens even kijken. Ik denk dat ik de boom inga. Misschien zit ze wel op het dak. Op het dak, dat zou wel heel erg slim zijn. Hallo? Zit hier iemand? Toevallig in de boom! Oh mijn god, ik val bijna naar beneden. Dat was niet heel erg slim. Oh nee. Om de boom heen, Alex. Om de boom heen. Hier is iemand. Mick, ik weet dat je hier bent. Wacht. Eens even kijken. Hallo, Mick. Hè? Waar zijn ze nou? Ik kan ze letterlijk niet meer vinden. Ik hoorde ze net nog en nou kan ik ze niet meer vinden. Wat is dit nou weer? Santino is sowieso al langer bezig. Wacht. Hoe heeft hij me daar niet gezien? Huh? Waar is iedereen? Hallo, Mick. Wacht. Oké, ik wil een tip, jongens. Ik wil een tip. Ik ga Marco zeggen en dan wil ik Polo horen. Marco! Polo! Ik ben heel klein. Heel klein? Dat is mijn tip. Dat begrijp ik dat je heel klein bent, Mick. Wacht. Huh? Wacht. Hallo? Weet je wat? Ik denk dat er iemand hier in die boom zit. Ik vertrouw deze boom niet. Snel hier achter, Alex. Klim. Snel hier achter. Ik hoor iemand. Ik hoor zo'n onderkruipeltje. Hoor ik gewoon lopen hier in die bladeren. Waar ben je? Ik ruik je. Hallo? Mick, ben jij hier? Hallo? Ik hoor iemand lopen en ik word Ik zie een klein onderkruiseltje. Hallo, Alex. Nee. Hallo. Je hebt me gevonden.
handen. Ja, ja. Dat was wel, ik zeg je heel eerlijk, het was wel een goede verstopplek. Want ik wist niet waar je was. En je zat de hele tijd met me te spelen als het ging om die bladeren. Waar is Mick? Ik weet het niet. Jawel, je weet het wel. Ik zie het aan je gezicht. Ik weet het oprecht niet. Ik weet niet waar Mick heen is gegaan. Ik ben hem kwijtgeraakt toen ik in deze boom ging zitten. Alex, je krijgt een koekje van me als je nu zegt waar Mick is. Ik weet het echt niet. Mick, waar ben je dan? Mick, ik heb Alex al gevonden. Als je jezelf nu aangeeft. Ben jij toevallig... Wacht, ik denk dat hij gewoon naar beneden is, hoor. Ik heb hem al heel lange tijd niet meer gezien of gehoord of geroken überhaupt. Nee, hij zegt niks. Weet je trouwens wel zeker dat hij hier nog is, Alex? Ik weet het niet. Ik heb hem niet meer gezien. Polo. Polo. Ja, hij kan wel schreeuwen wat hij wil, maar ik weet met god niet waar het vandaan komt. Hé, ik zit in een boom, want je kan zo slecht zoeken. Ik verhonger. Je zit in de boom? Ja. Hè? Wacht. Oké, wacht. Kom, Alex, jij pakt de ene kant. Er zijn meerdere bomen, hè? Ja, dat weet ik. Maar wacht. Hallo? Hallo? Hé, wacht eens even. Ah! Hallo, Mick! Nou, dat duurde even. Jullie dachten, ik ga gewoon alle twee in een boom zitten. Mick, zat je ook in een boom? Ja, ik zat ook in een boom. Ik zat in deze boom. Wacht, Santino, ik heb nog een leuk grapje. Oh god, wat is het grapje dan? Auw. Alex, doe weer eens dat je zeg maar zo klein bent. Oké. Alex, klein. Trunt. Oh mijn god. Maar dat was allemaal weer voor deze video. Wil je nou nog een video zien? Dan kan dat. Klik op de video hiernaast. Maar vergeet de afspraak niet checken. En natuurlijk te abonneren op mijn kanaal. Doei doei!